Nou ja, hier treffen we een bloeiend madeliefje aan. Dat is natuurlijk niet heel gewoon voor 11 januari. En gisteren trof ik een bloeiende paardenbloem aan in een frisgroene wei. Ja, dan waan je je dus echt in maart, april, om het zo maar te zeggen. Madeliefjes in de wei, wulpse vogeltjes in de lucht en bomen die zo waar al beginnen te bloeien. Dit zou eigenlijk een normale stadium moeten zijn. Zie je dit kleine knopje? En nu is het op dit stadium. Die bomen zijn eigenlijk een beetje in de war. Ja, flink in de war. Vorig jaar stonden we hier met een dik pak sneeuw en ijs overal en bevroren bomen. Dus dan is dit wel een heel ander beeld. De winter is normaal gesproken het jaargetijde waarin de natuur uit kan rusten. Maar de winter van 2012 lijkt daar vooralsnog niet zoveel zin in te hebben. Een boom heeft zijn rust nodig om het in het voorjaar weer uit te kunnen lopen. En daar hebben ze een periode, dan moeten ze totale rust hebben om verder uit te lopen. En u zegt die rustperiode die is nu eigenlijk te kort? Ja, die is te kort of bijna nog niet geweest. Je ziet al dieren met nestmateriaal slepen en je ziet dieren territoria zekerstellen. Dat hoort niet bij januari, dus die zijn wel een beetje van slag. Ik verzeker je, op het moment dat de kou intreedt, gaan ze heel gewoon weer naar hun natuurlijke gedrag toe. Maar de bomen van Jacques van Nijnatten zijn iets minder flexibel. De boomkweker zit daarom zeker niet verlegen om een strenge nawinter. Als we in eind februari wel een winter krijgen, een zware winter, min 10 graden of iets dergelijks, dan kan er echt heel veel vorstschade optreden. Maar het is nog te ver om daarop vooruit te lopen natuurlijk. De komende dagen blijft de thermometer in elk geval nog ver boven nul. En de natuur, die heeft het prima naar haar zin. De natuur gaat gewoon door, die herpakt zichzelf.